Hey, Kjell van Vinnie Ferra hier en vandaag gaan we spreken over ons wijnpakket Easy Drinking. Met ons wijnpakket Easy Drinking willen wij eigenlijk de drempel van de wijnhandel wat verlagen en ook eens wijnen die niet zoveel geld kosten, die geen 10 euro het stuk kosten, in de wijnpakket gieten om wat te zien wat dat jouw stijl kan zijn in een iets lager segment van prijs. We gaan beginnen met twee Moldavische wijnen, een Sauvignon Blanc en een Pinot Noir. De Sauvignon Blanc heeft een mooie fraîcheur, is een aangename witte wijn die heel goed combineerbaar is met alle soorten visgerechtjes. En dan de Pinot Noir is een rode wijn die heel mooi vol fruitig is en die heel zacht een afdronk geeft. Dat is een leuke, gemakkelijk drinkbare stijl. Als derde wijn hebben we Saporito Garganega Chardonnay. Dat is eigenlijk een easy drinking, gemakkelijke wijn uit Noord-Italië. Dat is een mooie fraîcheur, dat is een mooie zuurtebalans. Genoeg fruitgehalte eronder had. Dat is eigenlijk een leuke wijn om hem gewoon zomaar eens te drinken. Dat past bij crustacees bijvoorbeeld. En dan hebben we een Enguera. Enguera komt van Valencia. Valencia, een Crianza daaruit. Crianza betekent eigenlijk dat die wijn een zestal maandjes nieuw eik opvoeding heeft gekregen. Dat is dan een vollere stijl, maar nog altijd easy drinking, normaal fruit forward. Geen extremiteit, gewoon lekker. Dit in combinatie met een stuk rood vlees is al super. Dan gaan we naar twee wijnen van Argentinië. Argentinië is een land in het zuidelijk halfrond van de wereld. We zitten met wat warmte, we zitten met wat meer zon en dat voel je ook in die wijn. De witte wijn is een combinatie van Chardonnay en Torontes. Torontes is een druif die van zichzelf heel veel floraliteit geeft. Die wijn heeft dat dan ook, is een mooie, hele florale witte wijn. Een zeer leuk stijl als je houdt van gewoon easy drinking witte wijn die zowel goed past bij een stukje kip of een stukje vis, maar ook gewoon in de zetel. En dan als laatste hebben we de rode variant daarvan. Dat is een combinatie van Shiraz Malbec. Shiraz en Malbec zijn twee druiven die heel goed gedijen in Argentinië, houden van de zon en maken ook een volfruitige rode wijn met een klein vleugje van hier achteraf. Kijk, dat was ons assortiment Easy Drinking Wijn. Dat is nog altijd wijn die gemakkelijk drinkt, die niet extreem moeilijk is en waar dat wij eigenlijk van houden als instapgamma voor onze klanten. Geniet van een goed glas wijn. Kijk gerust een keer verder op de website.